We staan nu midden in het gebied waar Rijkswaterstaat zich het allermeest mee bezighoudt. De kustlijn van Terschelling en de duinen die hier toch wel ontzettend afslaan. Maar dat noemen jullie dynamisch kustbeheer, begrijp ik. Dat noemen we dynamisch kustbeheer. Ja, dynamisch kustbeheer is inspelend op de dynamiek van een zandige kust, zoals je dat hier ook ziet. En op plekken waar de veiligheid dat nodig heeft, extra zandaanvullingen toepassen in de vorm van zandsuppleties en zodoende de veiligheid blijvend garanderen. Ik denk dat de Schelling zich redelijk veilig kan noemen. Kijk alleen maar naar de massieve duinenkust die het heeft. In mijn ogen de mooiste duinenkust van heel Nederland. En daarnaast de kustlijn die redelijk op zijn plaats blijft liggen. Toch zien we langs de hele kust van Terschelling nu diepe gaten in de duinen ontstaan. Vooral als het flink gestormd heeft, zoals hier waar wij nu zelf in staan. En de bevolking van Terschelling vindt dat toch een beetje angstig. Die zien hun weidegronden achter de duinen op een gegeven moment vol met zout water staan. Is dat reëel? Nou, op plekken, net wat ik al zeg, waar economische belangen zijn, daar worden dus maatregelen getroffen. En daar wordt bijvoorbeeld de doorstuiving van zand wordt tegengegaan door het plaatsen van stuifschermen of het planten van helm. Maar nogmaals, daar waar geen economische belangen of veiligheidsbelangen zijn, daar kan je de natuur zijn gang laten gaan. En dan krijg je ook een prachtig dynamisch duinlandschap waar je in Nederland vaak ver om moet zoeken. U werkt op een eiland en eilanders zijn hele eigenzinnige mensen, ja. Tenminste de meeste. En alles wat van buitenaf wordt opgelegd en wat voor alles om overheden gaat, dan gaan alle haren altijd recht overeind staan. Nou, eilanders hebben een diep respect voor de zee en dat is ook een goed recht. Hè? Er zijn hele stukken in zee verdwenen van verschillende eilanden. Dus die hebben daar respect voor en die kijken dan tegen nieuwe methodes, zoals bijvoorbeeld de zandsupplies. Die kijken ze eerst heel argwanend tegenaan, dat kan ik me ook best voorstellen. Er werd dan ook gezegd, jullie dragen water naar de zee door het zand gewoon maar in het water te gooien. Aan de hand van voorlichting probeer je dat natuurlijk duidelijk bij de mensen tussen de oren te krijgen hoe Rijkswaterstaat werkt en wat de gevolgen ook zijn van de werkwijzes. Er was geen bos op de Schelling, totaal niet. Het was één grote zandverstuiving, alles was kaal. En in 1910 was het zover dat ze zeiden, nou eigenlijk moeten we dat stuivende zand vast gaan leggen. Mensen hadden last van het stuivende zand, de boeren hadden de last van het landoverstoof, in de dorpen hadden ze daar last van. De bedoeling was dus bos aanplanten. Maar ja, bos aanplanten in een stuivend droog duingebied, dat is een kunst, dat valt niet mee. En daar kwamen ze ook al snel achter. En gelukkig hadden ze een plantmethode ontwikkeld in die tijd, ja ze zeiden je moet een turf daarbij doen. De slechte kwaliteit turven uit Drenthe, die gingen naar de Waddeneilanden toe. Die werden ingewaterd in een soort vijver die gegraven werd in het bos. Die kun je tegenwoordig nog terugvinden en die zijn nu turvendorbes genoemd. Daar kwamen die turven in te liggen. En als die ingewaterd waren, werd het gat gegraven. Samen met het boompje werd die natte turf in de grond gestopt. En toen lukte het uiteindelijk om die bossen aan te planten. Ja, en daar zijn ze een jaar of 20 volop mee bezig geweest, zeg maar, tot en met de 30e jaren, de crisistijd binnen Nederland. En uiteindelijk, ja, het eind van het planten was 1960, toen is er een klein stukje in Horen aangeplant. En zo staat er inmiddels zo'n 600 hectare bos op de Schelling. 1910, de eerste aanplant, koos men voor dennensoorten. Die konden toch het beste tegen die barre, slechte omstandigheden op die eilanden hier. Je hebt te maken met zeewind, je hebt met droog zand te maken, met weinig voeding, met weinig vocht, wat ik al vertelde. Dus men koos voor dennensoorten en dan zit je bij de Pinus nigra, de zwarte dennen en met name de Oostenrijkse variëteit, de Austria. En de Corsicaanse werd in de betere stukken aangeplant en op hele slechte stukken de bergdennen. En die vind je nu terug als een heel monotoon bos. Vroeger keek men naar de houtproductie. Zeiden ze, nou dat is een mooie boom voor planken of die kunnen we goed verwerken tot spaanplaat. Tegenwoordig kijken wij heel anders naar dat bos. Wij kijken nu in de zin van natuur. Een leuk doorzicht willen we hebben, dus hier en daar mogen wat meer bomen eruit. Maar aan de andere kant zeggen we ook, er moeten hoge bomen in, er moeten lage bomen in, er moeten uiteindelijk jonge bomen, je ziet ze nu komen, moeten erin. Er staan oude bomen, maar bijvoorbeeld ook eens gekke bomen. Hè, vroeger wilden we alles recht hebben, met een mooie kruin erin, tegenwoordig als er een helemaal scheef hangt, of met een gesplitste top, nou, dan laten we die ook staan. Gewoon meer variatie in het bos. Spannender voor de mens, spannender voor dieren, en denk eens aan insecten die daarin leven. En vogels met name, die hun voedsel in dat bos zoeken. Dus we willen naar variatie. Variatie wil zeggen variatie in voedsel, variatie in dieren, andere planten en insecten. En daar gaat het dus om. Dus het bos van de toekomst zal er veel mooier uitzien. Met name voor dieren en mensen.